Elson Hooy, 3-3 bij Utrecht. Eigenlijk hadden we hier met de matchwinner moeten staan. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, we kregen hem nog, ik denk de laatste seconde kregen we nog tegen. Ja, een beetje ongelukkig, vrije trap werd gegeven. Maar ja, ik denk dat we gewoon wel een prima pot hebben gespeeld tegen een goede ploeg. Dus ik denk dat we wel op deze manier verder moeten. Ja, heb jij gezien wat er voor die vrije trap van Labiat gebeurde? Was het wel een overtreding? Ja, zelf vond ik van niet. Ja, hij gaat gewoon voor de bal. En die speler, hij laat zich gewoon vallen, vond ik, zeg maar vanuit mijn kant. Dus ja, ik vond het niet echt een vrije trap. Nou, hoe zuur is het dan dat hij alsnog er binnen valt? Ja, heel zuur. We willen natuurlijk voor de play-offs gaan en zoveel mogelijk punten pakken. Dus deze is wel heel zuur, maar we moeten verder. Onze concurrenten hebben ook punten laten liggen, dus we moeten gewoon verder. Ja, het is jammer dat hij nog binnenvalt, maar jouw goal was wel echt eentje om in te lijsten. Ja, het werd wel op een goede moment gegeven door Nasser. En ja, ik bleef gewoon rustig en ja, gewoon bovenhoek. Maar rustig, zo zag het er niet uit. Je knalt hem via de onderkant van de lat binnen. Ja, de bal was aan het stuiteren, dus ik probeerde die bal gewoon zo goed mogelijk te raken. En gelukkig gebeurde het ook. Ja, je zegt het al, je had goede zaken kunnen doen voor de play-offs. Hoe is het gevoel nu? Is dat nog te realiseren? Ja, ik denk dat we gewoon verder moeten. Niet te veel terug naar kijken en gewoon verder moeten vooruitkijken.